weer kijken. De training van deze week. Vandaag is het zondag. Iedere week is dezelfde opzet. Ik train op een zondag, ik train op een dinsdag, ik train op een donderdag. En donderdag is de PR-dag. Voor mij, ik ga dan iedere donderdag zet ik nieuwe records op 3 lifts. Deze donderdag is het de bedoeling dat ik ga squatten met 1 set, 5 reps, 145 kilo. Ik probeer daarna overhead presses, 2 sets van 3 herhalingen met 48,5 kilo. En ik probeer daarna te deadliften met 2 sets met 3 herhalingen met 157,5 kilo. De overhead press, die is in vlog 2 is die mislukt. Ik probeerde toen de 50 kilo voor 1 setje à 5 reps. 50 kilo mislukt. Dus wat ik nu heb gedaan, ik heb er 1,5 kilo afgehaald. En ik ben 2 setjes van 3 herhalingen gaan doen. Dus de intensiteit is iets verlaagd en het volume ook iets verlaagd. Ik wil vandaag even kijken wat ik ga doen, weet ik nog niet precies. Dit is het programma wat ik volg. Daarbij wil ik wat assistentiewerk gaan doen om die overhead press even hoger te halen. En te zorgen dat ik het donderdag over 3, 4, 5 dagen, oftewel over een aantal minuten, die oefening ga halen. Ik denk dat het wel goed moet komen. Dat sowieso. Het is wat iets zoals ik al zei, 1,5 kilo lichter. Klinkt niet veel, maar maakt voor mij een gigantisch verschil. Er is maar 1 manier om erachter te komen. We gaan het deze week gewoon weer lekker proberen. Let's go! Op zondag begon ik met squatten. 5x5, 127,5 kilo. Het was zwaar, maar het was goed te doen. En daarna ben ik geswitcht naar de overhead press en die had natuurlijk alle concentratie nodig. Omdat ik niet zou willen dat die op de donderdagtraining voor de 2e keer zou gaan mislukken. En of dat lukt, dat gaan we zo zien. Zwaar zat. Zwaar zat. De pauwsnatch is nog niet helemaal wat het moet wezen, maar ik moet wel zeggen dat er zeker progressie in zit. Ik voel de oefening meer aan, mijn startpositie. Heb ik iets wat veranderd, mijn knieën iets meer naar buiten, etc. En daardoor gaat het wel aanzienlijk beter. De halve reps blijf ik nog steeds doen, die is nu niet in het filmpje, maar dat doe ik als warming-up. En daarna over naar de volle reps. Over naar de volle reps. Om te zorgen dat ik die overhead press echt zou gaan halen, heb ik nog wat dumbbell overhead presses gedaan. Het was een lekker piramidesetje voor op de zondag. En als laatste heb ik een supersetje gedaan van pull-ups en planks. Buikspieroefeningen. Dat heb ik daar een hekel aan, zeg. Planks vind ik nog redelijk leuk, maar om nou te zeggen dat het mijn favoriete oefening is, nee, ik heb er een hekel aan. Die 30 seconden die duren me veel te lang. Dinsdag. Ik doe net wat opwarmsetjes met bankdrukken. Op het moment dat ik ga liggen, alles doet pijn. Hamstrings, quadriceps, abs, rug, armen, borst, alles. Die dagen, die zondagen, die intensiteitsdagen, die volumedagen bedoel ik, sorry. Die vergen zoveel van je lichaam dat het zo'n verschrikkelijke aanslag is dat je 2 dagen later nog helemaal naar de klote bent. Wat ik dus moet doen vandaag en vanavond. Perfect trainen, perfect eten, perfect slapen. Donderdag knallen. Ja, maar je moet het introduceren of niet? Ik doe introduceren, wacht. Ik introduceer. Welkom bij de donderdagtraining. Dit is Mitchell. En hij stelt zichzelf nu voor. Nou, ik ben Mitchell en vaak op donderdag kom ik hier lekker trainen. Andere dagen train ik thuis. Ja, ik ken die gozer al vanaf groep 4. Yes, long time ago. Hij is al wat langer aan het trainen dan ik. Ik was iets langer serieuzer. Ja, ik was eerst meer bezig met afvallen en nu zijn we lekker... Puur kracht. Puur kracht, om sterker te worden. Focus. We hebben squat al gehad en nu de overheidpress. Flawless. Nailed it. Dat is dus Mitchell en jullie zullen hem ongetwijfeld vaker voorbij zien komen in de vlog. En nu gaan we direct door naar mijn squatpoging van 145 kilo. Easy, come on. Netjes, laatste, come on. Was even bijna een doodpunt. Zo. En hier zien we Mitchell's poging met 122,5. Hij volgt een iets ander schema dan mij, dus het is niet de bedoeling om gelijk PR's te zetten. Maar we wilden vandaag even kijken tot hoe ver hij zou komen. Netjes. Hij is achter de... Yes. En ik had geen zin in, ik wist er geen zin in. In die derde, ik denk, kan hij wel eens kut gaan, dan heb ik liever 2 goeie. Yes. Eens. Snel al omhoog, hoor. Dat klopt, maar... Ik voel alsof het moet gebeuren. Ik voel het aan mijn water. Ja, oké, mooi Remon. En laten we nou ook nog eens hopen dat het echt zo is, want die overhead press die mag wel omhoog. Dat is 1. En nou nog 2 setje. De eerste set succesvol en gelijk door naar de tweede set. En hier zien we weer een poging van Mitchell van 47,5. En zoals ik al zei, het gaat niet om het schema. Het ging vandaag alleen even kijken tot wat hij kon. Jezus. Focus, desnoods een bounce. Bap. Groot, 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 groot. Door, 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 door. Yes. 3. Van bounce. En door. Goeie poging, goeie poging. Dit is niks, maar de bulken gaat er veel strakker van zitten, man. Ja, we worden weer dik, hè? Ja. Hier zien we nog een aantal deadlifts van Mitchell en zijn heup die staat naar achter toe gekanteld, waardoor hij iets wat last heeft van een bolle rug. Maar aan deze uitvoering en aan de deadlift zelf werken we nog. En dat moet natuurlijk ook wel gezegd worden dat het een soort van PR-poging is, dus de vorm is nou helemaal niet ideaal als je met hele zware gewichten speelt. Focus, gewoon slack uit de bar, maar niet dat het veel energie kost. Focus, rechterrug. Goed. Dat kan echt gewoon? Ja, dat maakt niet uit. Alles wat een beetje af kan leiden. Moeten we elimineren. Maar nog voor de gein, ik het zou snijden, maar dat is omdat in mijn neus te treven. Dat zou ik niet doen. Dit is mijn deadlift van 157,5 kilo en het is de bedoeling dat ik 2 setjes maak van 3 herhalingen. Kan ook wel beter. Ja, maar. Kan ook wel beter, maar... Dat is niet super moeizaam zo. Dit is de tweede set en ik heb helaas een gruwelijke fout gemaakt. Ik heb 5 minuten pauze gehouden en dat is eigenlijk niet genoeg voor mijn doen. Jongens. Fuck! Nog niet goed liggen. Come on! Klein stukje. Yes. Oh, wat ging dat slecht. Tyfus. Kut. Dan was echt gewoon een 10 minuten rustpauze nodig. Ik was zo gefocust op mijn deadlift dat ik helemaal ben vergeten af te sluiten. Dus sorry daarvoor, bedankt voor het kijken en natuurlijk tot volgende week.